kijken naar een nieuwe vlog van Annie Haakt. En ik ben Annemieke en ik hou van haken en breien. En ik laat jullie zien wat ik de afgelopen week allemaal heb gedaan. En dat is eigenlijk best wel een hoop. Niet verwacht, maar toch gedaan. En ik ben met een nieuw projectje begonnen. En ja, dat is restjes acryl opmaken. Ik heb echt zo'n grote doos met allemaal restjes acryl. Ik heb heel veel gehaakt voor Perra Pasha. En ja, daar had ik allemaal restjes over. Dus ik denk, ja, wat ga ik nou eens met die restjes doen? Maar daar ga ik jullie iets meer strakjes over vertellen. Ik ga jullie eerst iets vertellen over de Knitting Public Day Worldwide. Knitting Day. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. Het gaat me ook niet lukken. Dus in het openbaar breien 8 juni ben ik bij Draadkracht geweest. Ik heb niet gefilmd. Dat durfde ik niet. Ik heb wel geteld 2 foto's gemaakt. Maar mocht je Draadkracht volgen, kan je daar ook foto's zien hoe de dag was. En het was super gezellig. En nou, het was een super mooie locatie bij de Oerkap. En ja, dat was echt super leuk. En ik vond het echt wel heel spannend. En het duurde even voordat ik een beetje ontspande. Maar het is gelukt en het was super gezellig. Ik heb niet iedereen gesproken. Mirjam Molenbeek was er. Heel veel mensen die ik niet kende. Maar er waren ook mensen uit Reewijk en Waddinxveen. En nou, ook mensen daar uit de buurt die regelmatig bij Draadkracht verfden. Nou, voor mij is het gewoon een stukje rijden. Dat was een uurtje. Dus ja, ik ga er niet zo heel snel naartoe. Maar die dag was wel echt wel super leuk. Dus wie weet gaan er nog meer volgen. En ja, we kregen 2 consumpties. En we kregen een leuk pakketje. Met 2 strengetjes garen. En een knoopje die door Cecile is gemaakt. Die daar workshops borduren geeft. Is met de hand gemaakt. En dan kan je een, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Een slinger maken. Van een, ja, een soort ketting. Dus dat gaan we eens proberen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het openmaken. Ik weet niet of het... Oh, het zijn 2 strengetjes. Oh, er zitten ook nog stevenketjes bij. Oké, dit is het knoopje. Kun je het beter zien. En er zitten ook nog 2 stevenketjes bij. En 2 bolletjes. 2 strengetjes scharen. Dus ja, super leuk. Dus die ga ik van de week even maken. Even. Het is maar een klein projectje. Dus ik ben wel heel benieuwd. Hoe dat gaat werken. En wat er nog meer in zat is zo'n draadje. Dat is voor als je, die kan je op je naalden doen. En dan kan je je truitje passen. Dus die zat erbij, super fijn. En ik heb natuurlijk wat gekocht. Ze hadden de kar mee. En was super leuk. En ja, het zat heel mooi verpakt in een doosje, maar ik heb het wel uitgepakt. En in een kratje gedaan, want deze krat neem ik mee op vakantie. En ja, ik heb de Rosarius 4. Ze komt uit Portugal. En het bestaat 50% uit linnen, 36% katoen. En 14% natuur silk. Kijk hoe gaaf. Cool, en dit is het label. En daar ga ik. Even kijken, heb ik die hierin? Oh. Nee, dat is niet die. Nee, die heb ik niet hier. Die ga ik even hierin voegen. Want die heb ik wel op mijn telefoon staan, het patroon. Daar ga ik een topje mee breien. Maar het is echt super mooi garen. En daar heb ik 2, 4, 6 strengetjes. Kijk hoe leuk. En het is gewoon een natuurtint. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dit breidt. Dus deze
Of ik ga hem al thuis opzetten of ik neem hem mee op vakantie. Wij gaan kamperen, dus lekker voor de tent lekker breien. En ik heb nog wat gekocht. Is ook van de Rosaria 4. Ja, is wel een uitdaging. Deze ga ik breien. Echt fantastische kleuren. Het is in het Engels. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Nou, wie niet waagt, wie niet wint. En anders gaan we er gewoon iets anders van maken. Dat kan natuurlijk ook. En dit is ook de Rosaria 4. Zou dat dan dezelfde kleur? Nee. En dit is echt 100% linnen. Kijk eens. Dit is kleurnummer 11. De Alfama. Met 3 strengetjes. En de color 33. Dus een blauwe. En de 31. Dat is een beetje groen. En 2 strengen 01. Dat is een beige tint. Komt een beetje licht over, maar is wat donkerder. Dus dit zijn de, dat is waar ik de sjaal mee ga maken. Kijk hoe gaat. Ja, is toch cool. Dus ik vond dit echt super mooi garen. Geen geverfde garen van Gea gekocht. Maar ik vond dit heb ik ook nog nooit mee gebruikt. Dus ik was wel heel benieuwd naar dit. En ik dacht, hoe gek. Ik ga deze lekker maken. Dus die heb ik gekocht. Oh, even weer terug doen in mijn kratje. Dus daar ga ik lekker mee in de vakantie mee. Dus dat was mijn zaterdag bij Draadkracht in Haarlem. Dat was echt super leuk. Ik heb ervan genoten. En misschien als er nog ergens een handwerkdag is, dat ik dan ook wel een keertje ga. Dit is alvast de eerste stap. Nou, ik had een project meegenomen, dat is dat truitje, dat groene, dat is uit de Katia. Even kijken. Die zit in een project pack van Rachelle Bell. Super cool. Ik had het truitje klaar. Maar nu niet meer. Ik heb hem helemaal uitgehaald en ik ben opnieuw begonnen. Daardoor heb ik wel een beetje een breidip. Althans voor dit shirtje. Ik ben hem opnieuw begonnen. En ik ben hem op 2,5 aan het breien. Ja, op 2,5. Dus ik hoop dat dat... Ja, hij is wel vrij los. Maar... Dus ik ben opnieuw begonnen. Ik heb het bordje al, dus ik moet nu de raglan gaan maken. Ik heb al gemeerderd, dus ik kan gewoon... De raglan maken met een omslag. Dus dat is niet zo heel moeilijk. Dus nou ja, die ligt even stil. Maar daar ga ik wel aan beginnen. Maar ik had er nu even geen zin in. Dus die ben ik. Die gaat wel weer komen. En ik had mijn sokken meegenomen. Nou, daar heb ik niet zo heel veel aan gebreid. Daar. Maar thuis wel. Dus ik moet 2, 4, 6. Ik moet nog 2 ribbels. En dan ga ik de teen maken. Misschien ga ik dat vanmiddag wel doen als het lekker weer is buiten. Even deze breien. En dan kan ik de voet maken. Want 21 juni komt het volgende patroon uit van Luna Stenitz. Van de Season of Sokkelong. Dus dan wil ik daar ook aan doen natuurlijk. Dus die ligt niet helemaal stil. Maar wel een beetje. Dus ik hoop vandaag ga ik weer een beetje aan de sok breien. Ja, ik ben ook een kerstprojectje begonnen. En die zit in... Oh, dit tasje is trouwens ook van Rachelle Bell. Kijk hoe cool. En deze zit in een project bag van Hobbybags. Ik hou van deze kleur. Dat is echt fantastisch. Ik ben de sing-along aan het maken van Perra Pasha. Kijk of ik een foto... Oh ja. Deze.
Die ben ik aan het maken voor de kerst. Het is een heel relaxed werkje. En ik ben al zo ver. Niet zo heel ver. Ik ben met de sok, met de kerstsok begonnen. Dus ja. Dus ik ben hier lekker mee bezig. Die gaat gewoon gestaagd verder. En geen druk. En als ik zin heb, dan gaat die gewoon lekker maken. Want die moet nu wel eens een keer af voor de kerst. Want die ligt al sinds vorig jaar. Dus die ben ik aan het maken. Af en toe een toertje. En dan mijn grote crannies. Ik en crannies haken is niet echt mijn ding. Zeker niet in verschillende kleuren. Maar wel in één kleur. En wat ik in het begin van het filmpje vertelde is dat ik echt een mega doos acrylgaren heb. Nou brei ik niet heel veel meer met acryl. En ja, maar ik vind het ook zonde om weg te gooien. En, dus ik dacht, wat nou als ik crannies ga haken? Ik heb heel veel zwart. Dus ik ga alles in één kleur haken. Dus allemaal vier toeren met haaknaald 3,75. En ik heb allemaal van dit soort bolletjes. Ik heb nog paars en bruin en lichtpaars. En felroze en blauw. En donkerpaars. Oh, had ik al. En nog meer roze. Dus als ik daar nou allemaal crannies ga maken. En dan ga ik ze uiteindelijk ga ik ze allemaal met zwart aan elkaar haken. En dan wordt het één hele grote deken. En ja, ik heb hier nog meer bolletjes. Maar daaronder zitten al heel veel. Ik zal een foto toevoegen. Dan zie je dat ik al heel veel crannies heb. Dus ja, en dan ga ik ze as you go aan elkaar haken. Dus dan ja, pak ik gewoon een granny. Ga ik er nog een toertje zwart omheen doen. En dan de volgende. En die haak ik er dan gelijk aan vast. Dus dan krijg je een mooie deken uiteindelijk. Dus ja, van de ene kleur heb ik natuurlijk meer als van de andere. Maar ja, ik ga het wel proberen een beetje te verdelen. Ja, we gaan zien of ik ga elke... Ja, kijk hoe breed die wordt, zeg maar. En dan ga ik kijken per kleur of zo. Ik weet het nog niet. Maar we gaan het eens zien. Ik ga eerst alle grannies haken. Want ja, voordat ik alles ga haken, aan elkaar ga zetten, moet ik eerst alle grannies hebben. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ja, ik haak dan overdag haak ik ze. En dan ga ik ze... doe ik ze s'avonds voor de tv doe ik ze afhechten. En dan haak ik er weer een paar en doe ik de volgende ochtend afhechten. Dus dat is mijn granny square deken. Ja, super leuk. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik heb nooit iets met granny's gehad. Ik heb natuurlijk die, die granny's tote gemaakt. En die vond ik echt super leuk. Maar er waren drie verschillende kleuren. Dus ja, dat vond ik minder. En om deze nou in verschillende kleuren te doen, wist ik niet zo goed. Want ik heb niet van alles evenveel. Dus ja, want van deze heb ik bijna drie bolletjes. Dus ja, van de ene kleur heb ik ook meer als de andere. En van die blauwe heb ik er maar één. En van deze heb ik er ook maar één. Dus ja, ik moet even kijken hoe dat gaat ontwikkelen. Dus... ja, zo zijn we lekker bezig met granny's haken. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus ik doe er 10 op een dag of zo. En dan ja, gewoon lekker doorhaken. En ik heb deze gemaakt. Rood-wit blauwe vlaggetjes. Hier zie je de plezier. Hij is nog langer. Het zijn 10 vlaggetjes. Ik heb ook een slinger met 16 vlaggetjes. Maar die hangt in huis. Dat zal ik een foto toevoegen. Als je op Instagram mij volgt, dan kan je daar ook al op zien. Dus ja, super leuk. Gewoon met restjes allemaal. En ja, ik hou er wel van. En nee, deze zijn ook leuk. Deze zijn toch net iets anders dan deze. Toch hetzelfde. Nou, volgens mij heb ik hier één losse. Ik heb hier geen losse tussen. Dus dan wordt hij iets.
En ik doe ze gewoon strijken op de strijkplank, zodat ze plat worden en dan uitrekken. Ik zal een filmpje hierachter plakken hoe ik dat gedaan heb. Is wel een timeslap, maar dan kan je wel een beetje zien hoe ik dat gedaan heb. Ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ja, ik werd er blij van. En mijn man die heeft de blommen gemaakt. Dus zo'n toren, vier blommen op elkaar en dan rood, wit en blauw. Dus wij zijn helemaal klaar voor het EK en die begint morgen. Morgen is de openingswedstrijd. En ja, dus dat worden makkelijke werkjes en dan lekker voetbal kijken. Dus de granny deken komt helemaal goed van pas. Ik ga nog niks nieuws opzetten. Ik ga sokken afbreien. Ik ga die granny deken. Nou, dat duurt wel even. En ja, toch maar verder aan het truitje af en toe. Want ik vind hem wel heel leuk. En hij is wel lekker zomers. Dus ik wil hem. Hij stond echt heel leuk. Alleen hij was gewoon echt hier te wijd. Bij mijn lijf. Dus. En ik heb andere garen gebruikt en ik ben al naar beneden gegaan. Dus ik ga nog minder meerdere. Ik had nu 21 gaatjes. Ik denk dat ik nu 18 gaatjes ga doen. Kijken hoe het hier zit. Want hier zat hij ook wel vrij los. En dan ga ik hier misschien nog wel een paar steken minderen. Want ja, breid 4 steken extra erbij. Dus tot, als ik dan tot 18 ga, dan heb ik 4, 8, 12 steken minder. Dus zo'n stukje. Ja, misschien 16, dus 17. Nou, ik moet even kijken. Maar hier moet het ook weer niet te strak zitten. Dus ja. We gaan het wel zien. We gaan het meemaken. De giveaway. Die komt hier achteraan. Die ga ik straks opnemen. Nou, jullie zien hem al gelijk. Maar ik doe eerst even dit filmpje. Want je hebt nog een aantal uurtjes dat je nog mee kan doen. Dus dan dus jullie zien straks, of na mij, gelijk de winnaar van de giveaway. Dus, maar dan kan ik dit filmpje alvast editen en helemaal klaarzetten. En dan zien jullie nu wie de winnares is van de giveaway. De winnaar bekendmaken van de giveaway. Zoals je ziet heb ik even wat anders aangetrokken, want ik had het heel koud. En ik heb lekker mijn spencer aan van Nienke. Oh, hoor ik eigenlijk niet meer. Nou, die is heerlijk, lekker laagje. En een lekker sjaal, een feestelijke sjaal. Want ik ga de winnares bekendmaken van de giveaway. Wat moet je doen als je gewonnen hebt? Stuur mij even via Instagram, als je Instagram hebt, even een berichtje. En anders zet ik even mijn mailadres in het filmpje, zodat je daar even naartoe een mailtje kan sturen met je mailadres. En dan komt het pakketje naar je toe. Wat het is, hou ik nog steeds als verrassing. Ik ga wel een foto maken als ik het pakketje ga maken. En zodra ik weet of de winnares het heeft ontvangen, ga ik het online zetten. Of degene die het heeft ontvangen, zou ik leuk vinden als je hem online zet en mijn tagt in het berichtje. En dan nu de winnaar. Dat is Marleen Berg, 2664. En... de reactie eronder was dat ze uit Blijswijk komt. En dat is heel vlak bij mij. Maar ze is verhuisd ergens anders naartoe. Dus dat is wel heel grappig. Gefeliciteerd. En nou, mocht je niks gewonnen hebben, kijk even in mijn webshop. Er staan superleuke dingen op zelfgeverfde garens. En er komen nog andere garens bij. Die ik zelf ga verven. Dus niet getreurd. Er is in de webshop genoeg leuks. En wat ook nieuw is in de webshop, ben ik net vergeten te vertellen. Kleine bolletjes Katona van 10 gram. En een aantal bolletjes Soffin van 50 gram. Die staan nu in mijn webshop. En er komen elke week een aantal kleuren bij. Dus zolang nog niet alles staat online. Maar dat komt met de tijd komt dat online. Dus Marleen Berg, gefeliciteerd.
Stuur maar even een mailtje of een berichtje via Instagram. En het pakketje komt dan zo snel mogelijk naar je toe. Doei! Told my boys that I found the best woman around. She's so sweet to my fantasy treat. Sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be. You'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. She has class in the body of an hourglass. No, she's the one for me. It's her I want to please. No, I can't compare. Not a game of truth or dare. She got me going round and around. She got me spinning upside down. She got me going round and around. She got me going here and there and everywhere. Upside down. Tell your girl.